Groefront doet directe acties. En dat houdt in dat je niks vraagt, dat je niet een soort slachtoffer gaat spelen, maar dat je gewoon interveneert. Al is het maar tijdelijk. En dus eigenlijk een soort van situatie van anarchie direct creëert. En daarmee bijvoorbeeld direct werk verhindert. Of een of ander project direct dwars zit. En acties worden op een heel anti-autoritaire manier georganiseerd. Dus iedereen kan ook dat initiatief ook nemen en onder die naam Groefront een geweldloze directe actie doen.